deze week in International 644. Paul wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon, Huisman Gemert, Bouw in het Vertrouwen en Bovikalk tegen melkziekte. Ja, hij rookt, hij brult. Gewoon een machtig gevoel als je erop rijdt. Dit is de International 644 van Arjen Breimer uit Jouwen. De trekker wordt gebruikt op een melkveebedrijf in Scharsterbrug. Hij is gebouwd in 1980, heeft 60 pk en 9000 draaiuren. We zochten al een tijdje voor een trekker en deze kwam voorbij. En dit was hem. Nou, we zochten eerst wat een grotere, een 744 of 844, maar 644 is ook mooi. Deze keer is de trekker nodig voor transport van zand. Ondanks zijn jonge leeftijd geeft Arjen niks om nieuwe trekkers. Nou, die nieuwe trekkers niet. Die roken niet. Die brullen niet. De ouderen zijn het beste. Ja, het brult en ja, gewoon een echte degelijkheid. De trekker is inmiddels wat aangepast, maar nog niet helemaal klaar. Er waren nieuwe banden omgekomen, toplampjes, zwaailampen en hij moet ooit nog gespoten worden. Ja, dit is voor mijn paaltrekker. Alleen voor de echte Paul-fans. Ga naar paulshop.nl.